Yes, thank you very much. Coffee. Wow, look, look, look. Coffee, where is coffee? Ja, yes, maar. Goed zo. Zo. Kijk, ze worden bruiner en bruiner, hè? Zie je dat? Ik maak even snel een shot. Uzi heeft het hele binnenwerk nu eruit gehaald. Hij maakt het dus schoon met zo'n schrapper. Kijk, zie je het? Hij maakt het schoon met zo'n was. En dan, kijk, hoppakee. En zo doet hij dus dat hele apparaat schoonmaken. Het zit dan toch in de ja. Mooi hoor. Ja, Uzi heeft even de thuisslang gepakt. Ik verbaas me ook elke keer weer over die man. Want ja, pak gewoon de thuisslang. Het begint gewoon dat ding schoon te maken. En al het water loopt gewoon over de vloer heen. Maar ja, omdat het hier zo scheef is als wat, loopt het water op de een of andere manier via de kieren naar buiten, denk ik. Maar ik vind het wel heel apart. Ja, volgens mij is die honing, dat is heel snel weg. Ja, dat is heel snel weg volgens mij. Kijk. Ja. We maken hem even schoon. Kijk, het water loopt gelijk weg. Waar naartoe weet ik niet, maar ik denk door hier dat het naar buiten toe loopt. Even buiten kijken. Dus het is een ja, een hele rij. Ja, dat is wel. Maar zo maak het maar hier ook schoon. Even kijken hoor, waar het water dan uitkomt. Uiteindelijk. Ik wil heel even kijken. Ik ben echt nieuwsgierig. Jongen, jongen, jongen. Waar komt het water dan vandaan? Het loopt weg op de een of andere manier. Ik zie het niet. Maar nu ik toch even buiten sta, ik verbaas me eigenlijk elke keer weer. Hele bijzondere man, die Uzi, dat hadden jullie zelf natuurlijk ook al gezien. Maar ik heb net een folder nog uit 2017 in mijn handen gehad. Ik ga hem even pakken. Ja, ik heb hier een foldertje uit 2017. En ja, weet je, als ik nu zo hier in de beelden laat zien over hoe het er hier nu uitziet, hè. In 2017 was dit echt heel succesvol. Je gelooft het misschien niet, maar ik heb net een heel verhaal gehoord van de vrouw van Uzi. En ik heb hier dus dat foldertje. En het ziet er dus zo uit. Ik zal even laten zien. Ja, en wat erop staat. Dus ze hielden hier in februari. Elke vrijdag van februari hielden ze hier dus een Dutch farm. Een braderie. En er staat op. Braderie 2017 in Israël. Welkom. Op elke vrijdag in februari wordt er een Nederlandse braderie georganiseerd in de Moschaf. Dit is namelijk een Moschaf waar we hier zitten. En je hebt zeg maar kibbutzen en je hebt Moschaven. En dit is dan een Moschaf. Nou, dat is ook iets waar ik ook nog het een en ander over kan vertellen, maar dat ga ik nu even niet doen. Op elke vrijdag in februari wordt er een Nederlandse braderie georganiseerd in de Moschaf Sedetshevi. Dat is een heel klein dorpje, 15 kilometer van de Gazastrook vandaan. Vlakbij eindpunt Highway 6 in het noordwesten van de Negev. Van 9 uur tot 3:30. Kraampjes met, nou hou je vast, daar komt-ie. Patat, frites en saté. Ja. Koek en snoepgoed. Goudse kaas, hutspot en goulash, een café met verse koffie en pannenkoeken, bloemen en planten, stroopwafels, een
echt draaiorgel. Ja, je gelooft het niet. Er zijn maar 2 draaiorgels in heel Israël te vinden. En die hadden ze hier op het park staan. In februari. Een echt draaiorgel en verkoopsters in traditionele kleding. Een Heineken poffertjespub. Israëlische crafts en arts. Groente- en zuivelproducten en poffertjes. Kraam, welkom als bezoeker, maar ook als deelnemer aan dit Holland Festival in de Negev. Uzi en Tamar Manor, Mushaf SDETSVI. Dat is het dorpje. En er staat ook dan nog een e-mailadres bij. En wat fotootjes. Ja, het is. Ja, kijk, dit is het. Het staat in het Nederlands en het staat in, aan de andere kant staat het dan in het Hebreeuws. Ja, en. Er was dus bij binnenkomst, ooit dus, in 2017, was dus op die vrijdag, dat kwamen hier, nou, Uzi had het erover, er stonden al 1000 mensen hier zo. Echt ongelooflijk. Mensen kwamen van heinde en ver, ze kwamen zelfs met de trein en met bussen overal vandaan om hier al naar de Nederlandse braderie te komen. Dus het was een gigantisch succes. Hier staat bijvoorbeeld ook traditionele kleding. Nou, wat heel leuk is, hebben we dus binnen in die salon waar ik nu net achter mij vandaan kom. Daar kon je dus op een bepaalde plek, ik weet niet waar dat was, hier ergens op het park. Kon je dus die kleding aantrekken en dan kon je zo'n foto maken. Hetzelfde als wat ze ook in Volendam doen, weet je wel. Met zo'n accordeon op je schoot en klompen aan en dan zo'n petje op. En werd er dan een foto gemaakt, ja. Hier heeft hij... Hey, even wachten. Even dag zeggen tegen mijn vriend. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Oude vloeibal. Oude vloeibal. Ja, ja, ja. Ja, warm, hè. Oh. Heb je zo'n jeuk, meid? Ja. Heb je zo'n jeuk? Oh. Het is ook warm ook, hè. Het is ook zo warm, hè. Ja. Ik had al tegen Uzi gezegd... Kan je dat beest niet een keertje scheren of zo? Maar dat heeft hij al een keertje geprobeerd... Ten eerste vindt die hond dat helemaal niet leuk. Die gaat heel erg tegenstribbelen. En ten tweede, ze hebben dat 1 keer gedaan. Maar dan, dan verbrandt die hond dus door de zon. Dus ja, dat doen ze dus niet. Ze laten het lekker zo. Ja, het is even niet anders. Ik heb een goed leven hier zo in ieder geval. Kijk, toen ik zelf hier in 2017 ben geweest. Toen was dat hele braderie gebeuren net allemaal achter de rug eigenlijk. Ik weet ook niet meer precies in welke maand ik hier geweest ben. Maar toen was dit nog helemaal intact. Dit was een soort hollebolle grijs. Dus daar kon je zeg maar papier in gooien. En dan zei hij papier hier. Dat was wel heel grappig natuurlijk. Ja, en er werden dus poffertjes gebakken. En duizenden mensen die waren dus hier dan op een gegeven moment op dit terrein. Het was gewoon een gigantisch succes. Ja, hoe leuk is dat? Ja, en het is nu een beetje... Toen werd het een beetje tegengewerkt, zeg maar, door de mensen die hier in de straten woonden. Ja, ze vonden het gewoon niet... hoe moet ik het zeggen? Het werd zo'n groot succes dat ze op een gegeven moment ook zeiden van... Ja, luister, dit kan niet zomaar wat jij hier allemaal aan het doen bent. Als je hier duizenden mensen gaat ontvangen elke vrijdag. Hè, busladingen vol. Je gelooft het niet, maar met bussen kwamen ze gewoon hier naartoe. Hè. En zelfs de Nederlandse ambassade die is hier een aantal keer geweest. 4 keer. En 4 keer was het een andere meneer van de ambassade, heb ik mij gelaten vertellen. Ja, dat wil wel iets zeggen. Dat het vroeger dus een heel groot succes was. Ja, het is allemaal tegengewerkt uiteindelijk hier door de plaatselijke bevolking die het eigenlijk niet meer wilde. Die zeggen, ja luister, we wonen hier in een dorpje. Jullie krijgen nu in 1 keer zoveel succes. Ja, dit willen wij eigenlijk helemaal niet. Ja, toen hebben ze heel veel tegenwerking gekregen en toen zijn ze er uiteindelijk maar mee gestopt. Maar goed, dat dus. Ja, en dan kom je hier natuurlijk in 2023... Nu dus. En dan schrik ik toch wel een beetje nu. Hoe het er eigenlijk nu uitziet. Hè? Zonde. Ja, Uzi is inmiddels ook 75.
Ja, die man die kan dat ook niet meer allemaal in zijn eentje allemaal strak bijhouden. Het is best een groot landgoed, hè. Waar ik nu sta, is eigenlijk het begin van het park. En dat is die landweg, wat ik jullie ook liet zien. Met de auto zijn we er gisteren naartoe gereden. Naar die olijfbomen, als je dat hek uitrijdt. Ja, even kijken wat hier is. Want hier had hij vroeger volgens mij een kippenhok. Even kijken of dat nog steeds een kippenhok is. Ik ga even kijken. Ja hoor, het is nog een kippenhok. Volgens mij was dit vroeger ook een heel mooi hok. Nu niet meer, maar toen wel. En toen had hij hier... Kijk, er zitten ook kleine kuikentjes. Zie je dat? Ja. Ik zie kuikentjes zitten. Ja. Hij had hier toen ook pakketjes in zitten. Maar die zie ik nu niet meer. Even kijken hoor. Ik heb geen vogeltjes meer erin zitten volgens mij. Nee, alleen kippen. Hier zit ook nog een klein kuikentje. Ah. Ah, die beestjes joh. En hier ook zit ook nog kippen joh. Krijg nou wat. Hier zit ook gewoon kippen. Even kijken. Hier, kijk. Zo hé. Veel. Allemaal kippen zitten hier. Ja. Daar zie ik nog een... Oh nee, dat is een steen. Ik wou zeggen, daar ligt een ei. Maar goed, hier ga je dus naar de buren volgens mij. Dat gaan we nu maar even niet doen. En daar ligt die andere hond. Die is 13. Ah, oh, moet je dat beestje nou zien liggen, joh. Hij ligt gewoon in de bloedhete zon. In plaats dat hij nou even lekker in de schaduw gaat liggen. Hé? Kijk dan, van een oud beest. Hé, hey, hallo? Ja? Ah. Oh. Ja, zielig, hè? Nou heb je een heel goed leven, hoor. 13, 14 jaar is die. Kale kont van hier tot Tokio. Kijk, lekker op zijn rug liggen. Ah. Oh. Dus zijn oude dag, hij is van zijn oude dag aan het genieten hier zo, op het park. Ja, lekker hè? Ja. Mooi man. Ja. Oh. Ja joh, heerlijk. Ja, deze honden die bewaken hier de boel. Ja. Hij heeft jeuk gewoon hè. Hij heeft gewoon jeuk. Hij ligt gewoon lekker op zijn rug te schuren. Ja. Oh. Even scratchen. Zo. Ja, kijk, gaat hij lopen. Ah, oh, gaat hij maar weer zitten. Beetje een oude vandaag hond. Nou, even kijken. Ik loop even daarheen. En hier heeft hij ook nog een schuur. Daar ben ik zelf in 2017 hier binnen. Had hij dus een, ik kan misschien even een kijkje nemen snel. Had hij toen zo'n machine staan, waar hij dus die olijven mee kon persen. Volgens mij heeft hij dat dus niet meer. Even stiekem kijken. Ja, dus dit is ook nog een hele rommelhok nu geworden. Met allemaal, ja, ik weet niet wat hij hier allemaal verzamelt joh. Hij verzamelt ook echt van alles. Ongelooflijk. Ja, hij kan echt alles gebruiken. Maar hij verzamelt ook spullen die hij weg kan geven aan de soldaten. Dus dat is een goede man in ieder geval. Dat kan ik jullie zeggen. Hij heeft zijn hart op de goede plek zitten. En ik loop even hierheen. Er lopen stel jonge mensen voorbij. Die gaan denk ik naar de synagoge. Hallo. Kijk, en hier is dat pad. Hier, helemaal achterin. Helemaal naar achteren toe. Daar staan die olijfbomen. Dus dat hele terrein hier zo. Dus allemaal van Uzi en Tamar. Nou, ik loop heel even naar de weg. Kunnen jullie dat ook nog even zien? Zo ziet het er dan uit. Even kijken, zie je? Ik denk dat ze allemaal naar de synagoge gaan of zo. Of ze komen er net vandaan, denk ik. Want de synagoge is aan de rechterkant. Ja, hier ook. Dit is dan zeg maar de Dutch Farm.
Ja, ik heb net een potje honing gekregen. Hij is hem aan het vullen. Kijk, hij is hem aan het vullen. Pure honing. Ja, ja, is er nog. Echt leuk. Organic honing, with love. Ja, de Dutch Farm Israel. Ik ga, oké, ik zie hier Israël met een Z staan. Ga ik ook nog even vragen hoe dat precies zit. Ah, het is gewoon, het is een potje van plastic, dus die kan niet kapot gaan in de koffer. Daar ben ik wel blij mee.